daar officieel vandaag de Diwali officieel ten einde loopt. Bij deze gelegenheid kreeg de reports de gelegenheid de voorzitter van de commissie Gautam Dwarka te spreken. Dwarka gaf resumerend aan dat de festiviteiten vrij vlot zijn verlopen. Nou, we zijn heel tevreden met vooral de opkomst en de participatie van het Nigeriaans volk. En nou, we kunnen terugblikken naar een heel succesvolle evenement. De Diwali die wordt vandaag uitgedaan. Hij is een aantal dagen aangebleven. Waarom langer? Want men zegt Diwali was zondag. Ja, Diwali was zondag. Het officieel Diwali die wij in Nikeri kennen, was zondag. Maar normaliter, als we dat bekijken, wordt de Diwali normaal 5 dagen gevierd. En vanaf 2 dagen voor die Mahalakshmi Puja en 2 dagen daarna. Vandaar dat wij het vanaf dit jaar dat hebben geïntroduceerd, zodat het Nigeriaans volk dat ook weet. En we hebben dat ook uitgelegd. Een sprankelende optocht heeft nu Nikeri gekend. Hoe betitelt u die? Nou, laat ik zeggen, we hadden niet zoveel mensen verwacht die deel zouden nemen. Dat zei ik. Vandaar dat we heel tevreden terugblikken.